Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe speciale aflevering van Dierenpraat TV op reis. Mede mogelijk gemaakt door Corendon, super tof. We doen allemaal mega leuke dingen. Ja, we gaan schildpadden opzoeken, flamingo's. We gaan naar een kattenrescue center. Paarden gaan we waarschijnlijk mee zwemmen. Dus nogmaals, Corendon, super bedankt dat jullie deze vette video's mogelijk maken. Wat gaan we nu doen? Volgens mij gaan we zwemmen met honden. Heel vet. En niet zomaar honden, verwende Nederlandse honden. Maar honden die in een opvangcentrum zitten en het eigenlijk niet zo makkelijk hebben. En die gaan we een fantastische leuke dag bezorgen. Vertroetelen, mee zwemmen, mee surfen, alles. Blijf kijken! Maar hoe vaak gaan jullie met honden zwemmen? Iedere maandag. Oh, oké. Okay. Ja. Een soort van zwemuurtje inderdaad. Ja. Zijn we wel precies op de goede dag gekomen. Ja. Toch? Ja. En vinden ze het allemaal leuk? Of, even kijken, ik had net de sleutel. Ja, zeker. Oké, we hebben allemaal cadeaus voor je van Petsplace meegekregen. Speeltjes. Handige dingetjes. Wat leuk. Tuigjes, bandjes. Vinden ze dat leuk? Tuigjes ook helemaal blij mee. Absoluut. Voor de kerst. Voor de kerst. Voor de kerst. Kerstcadeautjes. Cute, gaaf. Dank jullie wel. Oké, nou, als jij het misschien ergens binnen neerlegt, dan spreken we af bij het water? Ja, dan spreken we af bij het water. Dan gaan we honden inladen. Maar hoe leuk, dat ze ook gewoon echt uitjes organiseren. Letterlijk maandagmiddag, iedere maandagmiddag gaan ze met z'n allen zwemmen, een soort schoolzwemmen. In Nederland heb je dat ook met een bejaardentehuis, gaan ze met van die connection busjes naar kaartclubben. En hier gaan ze met honden gaan ze naar... Ja, toch lekker als je in Curaçao woont dat je maandag zwemdag hebt. Oh, maar kijk gaat deze! Ook zwemmen? Gaat ook zwemmen? Ja. Kijk! Hey. Dit is maar deze heeft toch nog helemaal geen zwemdiploma? Nee. Denk maar kan, gaat er wel het water in? Ik denk het niet. Nee. Zwemles geven? Mee? Ja, ik kan wel even zwemles geven. Nou, wil jij zwemles? Dat is straks een verzuipje. Nee. Oh, ja. Hoe oud is deze? Ik heb geen idee hoe deze. Mag ik hem even knuffelen? Ja, natuurlijk. Oh my god! Hey. Je zal niet zo oud zijn. Wil jij zwemmen of is dat nee, dat is nog even iets te jong? Ik denk, ik zal het vaker meer, maar ik denk haast dat dat nog niet kan. Dat is toch iets te jong? Oh, wat is er? Ga je snuffelen? Ja, ik heb net Cheetos chips gegeten, dat ruik jij. Wil je dat aflikken? Oh, is het een beetje te warm voor je? Kijk, dit is Cheetos, dat is echt heel lekker. Het zijn van die hele grote XXL, die komen uit Amerika. Oh, lekker. Oh kijk, ze gaan op het water. Hé, hey, gaan we die zwemles geven? Nee, dat vind ik niet leuk. Nee? Nee, hij heeft nog... Ik denk dat hij nog te klein is voor te zwemmen. Je moet lekker hier blijven. Deze is wel groot genoeg, denk ik. Ja, die is wel... En heeft deze vlooitjes? Oh, ze hebben geen vlooien. Nou, maakt als je vlooien hebt, maakt niet uit hoor. Ik had vroeger ook luis. Nee. Ja. Kijk, deze, wel, deze is pas 7 weken. Of nou, eigenlijk al 7 weken. En hij is nog zo klein. Maar misschien hoef je niet te zwemmen, maar gewoon een beetje water op je. Ja, ik ga mijn ding uit doen. Ga jij zwemmen? Ik ga zwemles geven. Ja, ik ga ook wel zwemmen, maar jij wilt nog niet. Maar deze kan toch niet zwemmen? Met 7 weken heb je toch nog geen diploma? Oh, wacht, ze hebben ruzie. Wil je anders een beetje koud water op je? Oh, ga je lekker liggen. Wat schattig. Maar dit kan je toch niet dumpen? Hé, hey, kijk, nog een puppy. Wil jij lekker zwemmen? Ga maar. Ga maar zwemmen. Het is lekker, het is koud. Ja, het is echt heel zielig. Dus misschien kunnen we meenemen naar Nederland. Wil jij mee naar Nederland? Het zou toch leuk zijn, een nieuw dierenpraathondje. Maar ik heb een hond en die heet Matsy. En die luistert echt voor geen meter. En het is geen goed idee als Matsy een andere pup gaat opvoeden. Want dan heb ik straks 2 honden die voor geen meter luisteren. Oh, Floor zit er... Maar wilt hij voor jou wel zwemmen? Hij is in... Hopelijk kan je mee naar Nederland. Ja, of ik wil jullie allemaal wel meenemen. Ik heb een hele grote stal bij de paarden. Ja, het is alleen wel koud in Nederland hoor. Het is niet zo lekker. Wat wil je lopen?
Oh, kijk Floris. Hey Floris, neem me mee naar Nederland. Kijk. Oh, kijk dit. Kijk, als je leert zwemmen, dan zijn we dat reflectje wel helemaal zo met die voetjes. Lekker, hè? Alleen het zout water, dat moet je niet drinken. Nee, dat moet je niet drinken. Oh, het is wel lekker afgekoeld nu. Ben je zijn jullie lekker aan het afkoelen? Kijk, wil je helemaal in het water? Oei! Oh, hij is niet bang voor het water. Nee, helemaal niet. Oh, maar waar zijn ze overgebleven? En deze die is als vocht heeft gebruikt. Maar die is zo mishandeld, want ze slaan de vissen zeg maar ook met zo'n haak dood. En dat hebben ze bij haar ook gedaan en toen in de bosjes gevoerd. Nee! En toen zijn haar ogen zo beschadigd dat ze er dus uitgehaald moesten worden. Nee, oh, wat heb je echt... Die heeft nu dus geen... Maar die is wel heel lekker dat hij zoveel aandacht krijgt. Ja, ja, zij is heel erg verwend. Ja, eigenlijk... Je bent verwend, hè? Maar nu is ze dus, als ze bij mij is, is het goed, zeg maar. En ze is... Maar zij is dus al heel oud. Oh, het zwemmen is weer voorbij. Hoe lief was het? Niet normaal. En ze zijn ook echt lekker helemaal afgekoeld. En ik ook. Zacht afgekoeld. Ja, en jij hebt je eerste zwemles gehad. Oh, kom je op mijn schouder. Oké, nou voor nu bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en hier beneden abonneren. En dan moet je het volgen, want volgende week weer in Curaçao. Heel veel duimpjes voor deze kleine hond die Brit heet vanaf nu. Ah, ja. Later.